bij deze nieuwe vlog. En zoals je ziet, we zitten helemaal bepakt en bezakt weer. Helemaal vol. De kinderen die slapen. Lucilla daar. Johan daar. Ze liggen altijd zo, niet zo lekker met de nekjes. Knikkerballen, hè? En Luan die gaat een beetje lastig. Dat is mooi, wij de plassen. Maar we gaan deze 3 dagjes weer lekker naar ons bootje. We zullen het laten zien. We hebben een heel klein knus klompenbootje in Giethoorn liggen. Het is een heel antiek oud bootje. Hè? Maar het is heel schattig. Je kunt er net in slapen. Er zit een klein keukentje in. En we hebben er gewoon een lekker plekje met een klein grasje bij. Waar Luan ook kan spelen. En waar Lucilla ook gewoon lekker kan liggen. Hebben we ook gewoon lekker kunnen liggen. En we hebben er ook een motorbootje bij. Waar we gewoon lekker over kunnen varen. Kijk, over dit soort water. En we zagen op Weer Online dat het vet lekker weer werd. Dus dan plannen we gewoon even heel snel, last minute, een mini vakantietje uit naar ons bootje. En we willen je heel graag weer meenemen naar, met dit mini vakantietje, zeg maar. Dus kijk gezellig mee en hopelijk vind je dit een leuke videovlog. Doei doeg! En kijk hoe mooi het hier is. Ik voel echt altijd alsof ik op vakantie ben als we hier zijn. Terwijl het eigenlijk maar een paar kilometer van huis is. Hier rijden we Giethoorn in. Dit is het toeristische gedeelte van Giethoorn en wij zitten bij het iets minder toeristische gedeelte. Dus lekker rustig. En hier ligt ons bootje. Nou, we zijn in ons bootje aangekomen. Ik zal jullie straks even een rondleiding geven hoor, maar dit is ons bootje. Ik ga zo even de koeltas uitruimen. En al deze tassen even alles uitpakken. We hebben hier het koelkastje. Afwasmiddel. Lichtbeddenpoets. Afwasmiddel. De kussens er niet in, hè? En daar hebben we ons grasje, zeg maar. Zwembadje gaan we er neerzetten voor Luan. Dus we gaan nou even ons hele kampement inrichten en opzetten en uitpakken. En je kent het wel. En hij heeft de stofzuiger weer gevonden. Weer poetsen. Ja. Zo, we hebben ook een heerlijk barbecue pakket meegenomen, want we gaan ook lekker barbecuen. Nou, alles is uitgestald. Daniel die zit daar. En dit is dus ons bootje. Lucilla is lekker aan het slapen. En ik zal jullie even een korte kleine rondleiding geven in onze klompenbootje. Ik draai even de camera. Nou, zo stap ik binnen. En hier zit Luan. Dit is een bank en dit kan je een bed maken. Dus dit is ons bed ook meteen. Dus dat schuif je uit en dan kun je er lekker een bed van maken. En dan hebben we hier het stuur waar we kunnen sturen en alles. En daarboven, ja, dat gebruik ik een beetje als opslag. Eigenlijk varen we niet super veel met dit bootje. We varen meer met dat bootje. En dit is meer een soort huisje op het water, zeg maar. Dan kan je hier naar binnen toe. En dan zie je hier een fornuisje met een kraantje. En dit is dan zeg maar het zitje. Gezellig zitje. En daarachter, dat is het bed van Luan en Lucilla. Dat moeten we allemaal nog opmaken hoor. Maar hier in het puntje, daar slapen Luan en Lucilla hier. Ja, en dan hebben we ook nog... Dat past wel. Ja, dat past wel. Dat is mama. En ook nog een klein wc'tje. Ook een klein zeetje. Badkamertje waar ik al mijn make-up troepjes heb neergezet, zeg maar. Hallo. Heel knus. En ja. Hier mijn opmaakspiegeltje. Wauw, een kleine zee. Ja, het is wel een wc, wel een kleine wc. Maar het is een wc. Nou, en vanaf het bootje hebben we hier nog een klein terrasje met een picknicktafeltje. En hier hebben we de boot. Luan twee motorboot. En hier hebben we ons lekker grasje. Met een lekker zwembadje voor Luan en Lucilla. Daar slaapt Lucilla. Daar in de schaduw, in de kinderwagen. Dit is een beetje onze... Ja. Terugtrekplekje. Lunch, mevrouw. Bon appetit. Ik wil lekker, Luan. Eten. Oh, wat ben je aan het eten dan?
even. Sinaasappel. Is dat een lekkere sinaasappel? Ja. Heerlijke middag, relaxen. Is het dan dinnertime? Dinnertime! Dus helaas naar het spelen weer net liggen. Slaap vallen. En Luan, wat gaan we maken dan? Wat is dat? Wat zijn jullie aan het doen? Aan het barbecue? Ja! Dan zit er de kok in. Lekker aan het, ja, lekker aan het koken. Lekker, moeder. Goedenavond, vrienden Zwaan. Wat leuk dat jullie op visite komen. Visite van familie Zwaan. Nou, de kinderen liggen lekker gewassen en al in bed. En wij hebben nog een lekker mokka koffietje. En genieten nog even lekker van het, de zoele avond. Oh. Voordat wij ook lekker ons bedje induiken. Dit was ons eerste dagje op de boot. Nou, we gaan vanavond slapen met de kap open. Ik denk het net, heldere nacht. Dus we gaan vanavond de etenboot. Sterren kijken. Van de sterren kijken, even naar boven. Heel mooi. Ja, dat kan gedaan. Ja, dat kan gedaan. Ja. Nou, bedankt voor het kijken naar hier in de Giethoorn. En we zeggen nog goedemorgen. Dankjewel dat je keek naar deze videovlog. Ben je nieuwsgierig hoe wij de volgende ochtend wakker zijn geworden zoals je hier ziet? Blijf dan vooral kijken, want morgen komt de volgende videovlog online. Ik geef je alvast een tipje van de sluier. Morgen gaan we varen. In de water. Dat is een mobiele. Hallo, mijn zesjes. Nee, die zijn niet voor de Silla, die zijn voor jou. Oh, voor een ezel. Iets harder. Iets harder. Welkom in de video. Welke video? Leuk in de zaak.